ceremonie. We gaan naar de opmars van de ceremonie, dames. 400 meter vrije slag, IPC. Prijzen worden uitgereikt door de heer Paul van de Heuvel en hij is directeur evenementen van de KNZB. Het bronzen puntenaantal is 628. Ze komt uit voor ZPC Woerden, Vivian Brak. Het zilveren puntenaantal is 656. Ze komt uit voor de Colombiaan Inge Belfort. En het gouden puntenaantal is 725. Ze wordt Nederlands kampioen, dames. 400 meter vrije slag, IPC. Voor AZC, Jonne Moleman. En deze dames kan bij elkaar staan voor de foto, de hymne en uw applaus. En Swimma, daar is hij. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Fijn dat we weer deze ceremonie weer op komt luisteren. De mascotte van de KNZB. Hier weer aanwezig. Programma nummer 133. We gaan het opmars. Ceremonie protocolair. 133 dus. Dat is de dames 100 meter wisselslag IPC. Pardon, dit is 136. We hebben gewisseld. Dit is programma nummer 136, de heren 100 meter wisselslag. Dat ziet u natuurlijk met de bronzen puntenaantal 634. Hij komt uit voor Bidex GZC Donk, Tim van Duren. En 675 is het zilveren puntenaantal voor ZPC Woerdenzwemmer Thijs van den Ent. En die 10735, een nieuw Nederlands record, gehandicapten. En dan het gouden puntenaantal is 769 en wordt Nederlands kampioen heren 100 meter wisselslag IPC. Voor Bidex, GZC Donk, Duncan van Haren. Deze heren gaan bij elkaar staan voor de foto, de hymne en uw applaus. Dan gaan we naar de laatste ceremonie van dit moment. Dat is programma nummer 133, de dames 100 meter wisselslag. Derde puntenaantal, rondste puntenaantal, de 727. Ze komt uit voor Hieronymus Manon Vermariën. Het zilveren puntenaantal is 854.
Ze komt uit voor de Devil, Chantalle Zijderveld. Het gouden puntenaantal is 856. Zo'n Nederlands kampioen dames 100 meter wisselslag IPC. Voor ZPC Amersfoort, Lisa Kruger. En voor deze dames natuurlijk de foto, de hymne en uw applaus.